Het was niet de eerste dag hier. We hebben al een paar dagen hier getraind en de paarden laten wennen. Vanochtend zijn we op tijd opgestaan. Ik denk dat het 7 uur was. Toen heb ik eerst Hans Peter Minderhuis geholpen met zijn training. Daarna heb ik zelf Celtic Salinero getraind. En eigenlijk liepen die twee paarden goed. De rest van het team, Laurens en Imke, waren ook blij met hun training. Misschien vandaag allemaal iets minder als die andere dagen, omdat de wedstrijd dichtbij komt. We hebben vanmiddag de veterinaire keuring gehad. En daarbij waren alle paarden door, dus dat is altijd wel een lekker gevoel. En ik moet zeggen dat het tot nog toe soms zonnig is. Soms zelfs een beetje regen. Het is gewoon lekker, niet al te warm. En we hebben het heel erg gezellig met z'n allen. Dat is het belangrijk. Toch een beetje de veterinaire keuring van vandaag. Alle paarden doorgekomen. Ja, je had ook niet anders verwacht, mag ik aannemen. Nee, we hadden niet anders verwacht, want alle paarden waren eigenlijk fit en goed in vorm. Maar het blijft toch altijd iets spannends, omdat zelfs onderweg naar de keuring toe kan er nog wat gebeuren. En je wil gewoon graag de keuring voorbij hebben, omdat je je dan echt op de wedstrijd kunt gaan concentreren. Je bent titelverdedigster. Geeft dat nog een extra spanning? Ik heb niet nagedacht over dat ik titelverdedigster ben. Ik vind zelf dat Salinero eigenlijk echt fijn loopt. Voor mezelf hoop ik dat ik gewoon een goede wedstrijd rijd. Want ik heb op dit moment het gevoel dat het niet aan mijn paard gaat liggen. Als het iets minder zal gaan. Dan ben ik zelf schuld, ben ik bang. Ankie, als de gesmeerde bliksem naar die zoon van je, want die roep je. Ja, ik ga wat doen. Oké, bedankt. Wat moet je nou?